Gerard de Nooijer, vorige week na de wedstrijd tegen PSV had je geen stem meer. Hoe is het nu met je stem na die gewonnen wedstrijd tegen de Eagles? Ietsje beter, maar je hoort het weer. Maar oké, dat is ook niet erg. Na zijn overwinning en wat zeer terecht was, is dat geen probleem. Zeker in de laatste minuut niet. Ja, ik zag je ontplofte bij die 2-1 van vreugde. Ja, tuurlijk. En niet alleen ik, maar heel de bank en ook de staf. Iedereen bij betrokken was, maar ook in het veld. Maar het was ook zeer terecht, zeker gezien de tweede helft. Gezien de tweede helft, maar de eerste 40 minuten vond ik erg matig van jullie kant. Toen had ik nou niet het idee dat er een ploeg stond die echt voor zijn laatste kans vocht. Nee, dat vond ik ook, maar er lag ook een co-head. Ik vond dat we ook helemaal weggespeeld werden. En zonder dat we echt veel kansen weggaven. Maar dat klopte gewoon niet. De communicatie was niet goed met Ilias en met Jeffrey. Hebben we geluk dat we voor de rust eigenlijk een lucky goal scoren. Nou, dat was voor ons natuurlijk wel vertrouwen. Tweede helft omzetting gedaan. Ilias op middenveld en Jeffrey op Rijsdijk. En dat pakte goed uit, want Rijsdijk heeft geen bal meer geraakt na de rust. En dat was gewoon een goede tegenzet. Nou, en natuurlijk Gio. Dat hadden we van tevoren afgesproken. En ja, dan zie je dat hij enorm belangrijk is. Ja, want er gebeurt wat met hem. Hè? Hij is heel lang eruit geweest. Je durfde het dus al aan om hem toch al in de rust erin te brengen. Ja, dat was niet de bedoeling. Maar oké, het was nodig. En Lewis is geblesseerd. Was ook niet in echte topvorm, vond ik. Maar oké, je zag wel dat Gio, het publiek, de spelers. Ja, het geloof was er gelijk weer. En ja, dan zag je ook aan de linkerkant met Robin en Sjaan. Pakt ook heel goed uit. Zeker met Sjaan ook weer. En blij dat hij eindelijk een goaltje mee mag tellen. Ja, nou is hij niet de langste speler bij jullie. Misschien na het van die korte is hij de kleinste. Hij kopt wel de 2-1 binnen. Wel weer onderkant lat, wat dacht je? Ja. Als hij nou... Nou ja, wij dachten echt dat hij er niet in zat. Maar oké, je zag ze juichen. En, kijk, de vreugde was echt waanzinnig. En gewoon een goed gevoel, heerlijk gevoel. 3 punten van NAC, dat dit weekend nog naar Enschede moet. Nou, de kans is aanwezig dat ze daar geen punten halen. Dan kan er een situatie gaan komen dat jullie het taak in eigen hand gaan hebben. Nou ja, dat vind ik nog te vroeg. We moeten volgende week Groningen, dat is ook niet makkelijk. Maar dit geeft wel weer, net als vorige week tegen PSV, dat geeft zoveel vertrouwen in de club, maar ook aan de spelers. Ja, en dan gaan we op dezezelfde voet verder. En, ja, je ziet ook aan het spel, zeker de tweede helft, daar moeten we voortbeduren. En zoveel enthousiasme, veel plezier en zoveel beleving in het elftal. En daar gaan we echt mee verder. Laatste vraag is een hele valse vraag. Er is natuurlijk veel gebeurd. Trainer gaat weg. Dan zou je zeggen, had het niet eerder moeten gebeuren als je vorige week heel knap op PSV speelt en nu wint van Go Ahead Eagles en je laatste stroom pakt. Nee, dat niet, want we hebben na de winststop ook gewoon 5 punten gehaald. Hè? Dus gewonnen van Excelsior, 2 keer gelijk gespeeld, Den Haag en Heerenveen. Dus nee, die vraag is iets te vals.